In Nederland hebben ze er zat van, maar als het aan voor Nijmegen.nu ligt, dan komen ze weer in Nijmegen. Referenda. 2 per jaar, om precies te zijn. Dat zegt fractievoorzitter Paul Eijgenhuizen. 80% van wat hier in het stadhuis beslist wordt, vindt de Nijmegenaar niet interessant. En 80% van wat de Nijmegenaar interessant vindt, komt niet hier in het stadhuis. Verkoop van het stadion, de Waalkade, 70 over de Oversteek. Dat zijn allemaal onderwerpen die voor een referendum geschikt zouden zijn. We hebben 170.000 inwoners. En ik zou heel graag willen dat de inwoners van Nijmegen kunnen bepalen wie bijvoorbeeld wethouder wordt. Wie bijvoorbeeld burgemeester wordt. En wie volksvertegenwoordiger wordt. 500 Nijmegenaren die vinden dat een onderwerp referendabel is, sturen een verzoek in. Op het moment dat de raad dat afwijst, dan hebben ze nog de tijd om 4000 stemmen te verzinnen en wordt het een referendum. Als de raad in meerderheid zegt, nou dat is een fantastisch idee, dan hebben ze 2000 stemmen nodig voor een referendum. En dan eens, 2 keer per jaar wordt er een referendumdag gehouden waarin we meerdere onderwerpen referendabel maken waar Nijmegenaren over kunnen stemmen. Als je gaat net zo lang door tot je 500 mensen hebt die vinden dat jouw idee een goed idee is. En vervolgens gaat de raad erover. En uiteindelijk ligt de stem bij de inwoner van Nijmegen. Als de raad zegt het is een slecht idee, heb je nog steeds de ruimte om er een referendum van te maken. Nou, het is een oplossing voor een bestaand probleem. En ik daag andere partijen uit om met een betere oplossing te komen. Om de kloof, om het zo mooi te noemen, tussen politiek en burger te verkleinen. Maar je ziet die gewoon ontstaan. En je ziet het neerkijken op de politiek. En volgens mij moeten we een manier zien te verzinnen om te zorgen dat de inwoner van Nijmegen meer betrokken wordt bij wat hier op deze vierkante meter gebeurt.